Tegen 2050 moeten alle bestaande woningen energiezuinig worden, met een maximaal E-pijl van 60 of een EPC-pijl van 100. Dat impliceert dat het huidige ritme waartegen we grondige renovaties uitvoeren, dat is de laatste jaren stabiel gebleven, dat eigenlijk dat ritme 2,5 keer zo hoog moet komen te liggen. Dat betekent dus dat er een enorme stimulans moet komen, willen we eigenlijk die doelstelling tegen 2050 kunnen realiseren. Meteen na de aankoop van het huis hebben we een aantal kleine investeringen gedaan die we meteen nog erbij konden nemen, die we toch al meteen ook voelden qua comfort, qua isolatie. Maar nu waren we aan het kijken naar een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken en dat kunnen we moeilijker op deze kleine ruimte blijven doen. Zo'n heel klein keukentje. En dan hebben we echt gewacht tot we alles in één keer konden doen en echt een grote renovatie konden in gang steken. Sinds 1 januari van dit jaar heeft de Vlaamse regering een nieuw premiesysteem ingevoerd met de bedoeling het grondig energiezuinig renoveren aan te moedigen. Dit systeem houdt in dat wie minstens 3 verschillende maatregelen neemt om de energieefficiëntie te verhogen, bijvoorbeeld dakisolatie te plaatsen, als men die 3 verschillende maatregelen binnen de 5 jaar uitvoert, dan heeft men nog eens recht op een extra premie. En zo probeert de Vlaamse regering het grondig renoveren aan te moedigen. Deze case in Leuven kadert natuurlijk in het kader van binnenveren en ook Leuven klimaatneutraal. Dus waar hebben we hiervoor gekozen? Voor de renovatie van de volledige schil van de woning. Dus we zijn dus gestart met het isoleren van het hellend dak en het bekleden met onze bellusdakpan. Is esthetisch een heel strakke, fijne pan, wat een heel mooi esthetisch resultaat geeft. Voor de voor- en de achtergevel van de woning hebben we gekozen voor het vastfabrieksysteem. Het is een totaalsysteem isolatie en steenstrippen. Dat is een na-isolatiesysteem aan de buitenkant van de woning. En dat is natuurlijk ideaal voor binnenstedelijk gebied, maar men soms weinig ruimte heeft aan de stoeprand. Bij de renovatie van deze woning hebben we eigenlijk de 3 aspecten. Dus zowel het thermisch in kader van het renoveren, het esthetische natuurlijk, maar ook met onze keramische materialen een hogere meerwaarde van de woning nadien. Voor het bekomen van een aantal premies vraagt de overheid wel dat de aannemer die de werken uitvoert voldoende kwaliteitsgaranties biedt. En dat gebeurt dan door te eisen dat die aannemer over de nodige certificaten beschikt. Dat is nu al het geval voor het plaatsen van spouwmuurisolatie of het plaatsen van een warmtepomp. Surf naar buildyourhome.be voor een betrouwbare vakman.